Oh, van Diggy Dick. Ah, dat is zo awesome. Dat is echt vet. Dat zijn gewoon een van die dingen die je gewoon nooit ontgroeit. Nee. Dat, daar ben ik het mee eens. Je bent nooit te groot voor Diggy Dick. Hé, hey, wacht even. Dit gaat niet werken natuurlijk, hè? Miauw! En dan nu weer een avontuur van Diggy Dick. Of weet ik wel hoe die stem moet. Hey, ik heb nooit... En dan nu, weer een nieuw avontuur van Diggy Dick. Nee, wacht, dat klopt ook. En dan nu, weer een nieuw avontuur van Diggy Dick. Nee. Volgens mij was dat altijd een vrouwenstem. En dan nu, weer een nieuw avontuur van Diggy Dick. Ja. Zou je er al iets van voor kunnen stellen dat Gordon dat zou inspreken? Oh god. Dat zou zo erg zijn. Dat zou echt erg zijn, ja. Wat wel episch zou zijn is als jij gewoon serieus gewoon in real life, dat je er gewoon altijd gewoon, net zoals een bestie, laat me zeggen, een stem om je heen hoort, laat me zeggen, met alles wat je doet. Maar dan van Morgan Freeman. Morgan Freeman. Kijk, dan heb je epische voice. Kan hij door shocken? Oké, hij kan door shocken. Hey Zurk, dat zeg je wel zo, maar kabouters hebben in verhouding ook hele grote... Dude, TMI, weet je. Zurk. Kaboutervrouwtjes hebben een hele grote muts. Muts, muts. Nee, Zurk, we hebben de tijd aangepast. Gisteren kon niemand zich voor 10 uur alweer inhouden, dus hebben we gezegd, oké, we maken er 10 uur van. Ik vind dat we de tijd gewoon een 7:30 moeten veranderen. De 7:30. Nee. Ja. Nee. Ja. Zo niet. Het zegt niet zo dat er een 12-jarig jongetje zit roepen van... Mam, die mensen zeggen het lul. Nee, dat snap ik. Maar wel een beetje voor de kinderen die kijken. Of die ooit gaan kijken misschien. Moeten we wel zorgen dat we een beetje met je stijl gebruiken. Voordat straks echt alles in de soep loopt. Oh crap, ik moet pennen in League of Legends. Ik bedoel, ze zijn wel de toekomst, hè. Hey, ik ben de toekomst. Ja, dan zegt het helemaal goed. 10 uur komt beter uit, loopt hier een 2-jarig meisje op. Kijk, that's the spirit, Dawn. Childhood destroyed, ja, daarom! Dus daarom zeg ik, laat het gewoon even lekker netjes houden. Waar loopt het 2-jarig meisje? Bij het huis van Dan en Lolinda. Link trouwens. Althans, I assume you live together. Van wat ik tot nu toe heb gehoord en zo. You assume wrong! Nee, volgens mij klopt het inderdaad wel. Daarom, dus laten we het netjes houden, dan is het goed. Jij en Lolinder Link, die leven samen toch? Dan? Not quite sure, maar... Volgens mij is dat... Peter weet het altijd beter. Ja, nee, ik had gelijk. Dat is heel mooi. Jazeker, Peter weet het beter.
And Wiki has a really small... Dickie? Laten we het netjes houden. Ja, laatste in 12 versaren, netjes. Oh nee, moet ik nou al die dingen weer gaan... Stom spel! Ik hou gewoon dat ze dood zijn! Nee, het spel is niet slim genoeg daarvoor. Nee, dat merk ik niet. Dan weet ik overigens niet eens of ik hier wel moet zijn. Maar ik zit hier beneden verder dan mijn niks. Jee, de zesde draftpick dat een of andere retard is geliefd. Wat? Oh, jij bent lore aan het spelen natuurlijk. Ja. Okay. Het is zo leuk dat we gewoon serieus bijna beginnen en dan is er weer poef een liever. Jij speelt alleen TVP waarschijnlijk. Ja, op het moment wel, aangezien ik even wat beter met support moet worden. Oké. TVP wil ik echt heel weinig gespeeld. Ik ook hoor, ik ben level 30 en ik heb maar 130 wins ofzo. Ik ben level 20 en ik heb 7 wins. Hey, het is beter dan level 30 die ik eerder ben tegengekomen. Je had echt serieus met 3 wins ofzo. Ja, dat is gewoon erg op level 30. Met 3 wins op level 30? Dat is niet heel veel inderdaad. En dan beginnen ze tegen mij dat 130 al weinig is. Nou ja, boeien. Ja, ik heb ook niet heel veel. Ik speel ook niet vaak PvP. Wij spelen eigenlijk meer met zeg maar een groep vrienden. En we proberen nu, zijn we een beetje aan het kijken van wie kan wat het beste spelen. Dan pas gaan we echt online spelen. Ja, PvP dan zeg maar. Ah, ik speelde met een groep vrienden. Maar? Die hebben me echt serieus gewoon... Toen ik level 10 was, hebben ze mij gewoon gedumpt. Zoiets van, fuck jou. Wij zijn level 30. Wij gaan rank doen. Die zet mij eentje uit. Oké. Toen kreeg ik zoiets van, laat maar. Dan stop ik ermee. En dat was nu 2 jaar terug of zo. Nou, wij niet. Wij zijn tenminste loyal. Hey, Zurk, ik wil best even... Starker 2 installeren als ik het nog niet heb, maar ik zit met allebei mijn harde schijf echt op 20 gig vrij of zo op het moment. Dan heb ik een tip voor je, koop een harde schijf. Ja, ik ben inderdaad Starcraft 2 eraf gegooid. Ik installeer Starcraft 2 niet meer. Vorige keer was ik bezig met mijn installatie, kreeg ik ineens een BSOD. Toen had ik zoiets van, krijg het, maar... Allee, Pomba! Je hebt het toch niet? Hakuna Matata. Het is maar hoe gaat het? Waar moet ik nou voor naartoe? Je hebt geen zorgen. Zorgen. Geen je niet. Het is een theorie. Een filosofie. Hakuna Matata. Ja! Blijft een vet liedje trouwens. Sowieso, Lion King, zo awesome. Toen Lion King 3D in de bios was, ben ik ook al gelijk heen gegaan, zoiets van, ik wil het zien. Dat had ik dan weer... Ja, nee, dat had ik dan nog net niet. Hey, mijn jeugd was awesome. Ja, mijn ook! Dat is gewoon zo geniaal. Ik krijg gewoon een paar mensen. Gewoon ook mijn oude baas van de groothandel. Daar ben ik gewoon mee naar Toy Story 3 geweest. Lion King 3D en nog heel veel van dat soort films. Gewoon zoiets van, die zijn awesome. Dus we gaan erheen. Ik heb een... Oh, Zurk, je hebt geen jeugd gehad. Jij hebt... Zijn jeugd is 3 maanden geleden begonnen. Ja, inderdaad. Ik weet wat Ron gezegd zou hebben.
Oké, ik faal. Wat? Ons team heeft 3 supports. Good luck. Ik zit ook gewoon te kijken. Hey, Vane. Ik pak Leona. Oh, wacht. We hebben al Derek en een andere. Kut. Nou, ik liep wel. Ja, dat is niet heel handig inderdaad. Ik concentreer me te veel op de chat. Goed afspreek. Kijk, die probleem hebben wij niet. Wij zitten gewoon met z'n allen in één team, zeg maar. En we zitten ook met z'n allen op een Skype-gesprek. Ja, dat zit ik normaal ook te doen. Alleen tegenwoordig is het gewoon dat die twee gewoon met elkaar zitten te praten. En als het weer denkt van, nee, ik ga AD. Nee, ik ga jungle. Waarom ben ik trouwens even afgesproken? Daar heb ik een probleem. Omdat je niet op zat te letten. Ja. Had ik net ook. Ja, vorige keer ook. Hadden we 2 junglers. Ik zei ja, en nu? Eentje had al jungle gecalled. En die had ook al ingelogd. En de laatste die inloggen, die pakte ineens op het laatste moment een jungle. Ik zei ja. Dat heb ik ook gewoon zo vaak. Dat heb je gewoon bij blind pick en draft pick. Gewoon van die retards die beginnen te bashen van nee, ik wil mid. Nee, ik heb mid eerder gecalled. Nee, jij hebt geen ribben, dus ik ga mid. Er zit van, why? Juf Twiki, oh. Die was niet goed. Nee, ja, echt. Ik vind jungle, want ik wil gewoon jungle en zo. Ja, bla bla bla. Ik heb een ribben, dus ik ga junglen. Er zit van, why the hell maakt een ribben op uit? Ja. En ook gewoon dat straks tijdens het stream van een potje daar gewoon een kokmaal die begon de hele het potje lang begon die gewoon te schreeuwen dat ons team een retard was. Gewoon omdat ik als Leon het niet in. Wacht, kan je als team een retard zijn? Dat vind ik best knap. Ja. Maar ja, die begon dus echt serieus keihard te bashen omdat ik als Leona op level 1 nog niet initiate in bottom lane. Er zit van, ik ben level 1 en ik ben een Leona. Ja. Tuurlijk, ik mis dus mijn stun en mijn pool nodig daarvoor. Wij vinden het alleen maar leuk als iemand echt gelopen zeiken, dan gaan we gewoon keihard terug zeiken. Holy crap, ik loop naar Dan toe. Ik wil ook. Ik ook! Ja, Dan kan je de Disney film niet gaan streamen of zo? Dan kunnen we allemaal genieten. Inderdaad, gewoon op deze stream gewoon Disney films gaan streamen. Project Dawn! Ja, ik vind het eigenlijk wel een idee. Ik vind het een goed idee. Zodra Dan haar capture card heeft, gaan we sowieso... Jongens, dit is de Jim Bios. En jongens, vandaag gaan we naar Toy Story 2 kijken. Yay! Je gooit hem eroverheen, idioot. Ja, ik zag het. Dat is echt... dat kan niet. Dit is zo... Wee, niet heel in de lift, over de lift. Ja, dat kan helemaal niet. Alright. Mag dat eigenlijk wel? Waarschijnlijk niet, dat is toch het ergste. Ja, je mag films streamen. Ja, mag dat? Ja, heel veel mensen die zijn gewoon series films aan het streamen. Met films mag wel. Het enige wat je niet met films mag is illegaal verspreiden. Maar wat doe je eigenlijk als je aan het streamen bent? Dude, gewoon op school gaan ze er ook gewoon altijd zo kaart tekenen tegen de regels. Van, we gaan nu met de hele klas een film kijken. Het ergens iets van, valt het daar dan ook niet onder? Ja, nee, ik ben het wel... Ja, maar goed, je mag gewoon een film downloaden, hè? Dat is wel gewoon legaal. Nee. Ja. En downloaden en... Film downloaden is legaal, film verspreiden is illegaal. Ja, er zijn echt heel veel discussies over geweest, maar downloaden. We hebben er daadwerkelijk vandaag nog een gesprek over gehad. Ja? Nee. Ja, downloaden is op zich illegaal, aangezien het ook wel weer... Nee, downloaden mag. Kennelijk. Weet je dat heel zeker, want als je het downloadt, dat betekent dat het geüpload is door iemand anders. Ja, die het dus legaal verspreid is. Ja, maar dat weet jij toch niet? Zo is de regel, hè? Oh, ik heb zo'n 600 gig aan anime, films en games, maar ik wist niet dat die legaal was.
Is dat illegaal verspreid dan? Dat wist ik niet. Ik heb maar zo'n terabyte vol. Nee, het is wel. Je mag het zelf niet verspreiden, maar je mag het wel.